Dag. Ja, ik heb naar de winkel geweest. Ik heb één ding gekocht. En dat is bos. Deze nagellakrode. Ik vind hem echt mooi staan. En ik wil hem gewoon. Ja. Ik heb die nu nog niet aangedaan. Ik kan niet wachten om aan te doen. En ik heb trouwens van een verjaardag nog iets gekregen. En dat is Happy Birthday Moscow. Staat bij daar erop. En dat kan ik open. En ik ga het er ook in doen. Hopje. Het is al, ik heb dat zelf opgeschreven. Nee, ik wil jullie laten poppen. Dat. Ik wil jullie zijn laten poppen. En daarom heb ik dat zelf opgeschreven. Mooi is. En ik kan het nog mooi schrijven. Ik vind het lief dat ik opgeschreven heb. Maar ik kan het nog mooi opschrijven. Ja. Ik ben net uit de douche geweest. Omdat ik heb de nieuwe jurkje aangedaan. Mijn favoriete jurk. Wacht. Ik ga hem niet laten zien. Ik heb zo een broek aan, een huisbroek noem ik dat. En zo'n liedje. Ik heb het voortonen daar. Ik heb zo'n kleedje aan gedaan. Dat is mijn favoriete kleedje, omdat ik vind hem zo mooi en ik wil hem graag aan doen. En op een verjaardagsfeest is al lang voorbij. Ik heb veel dingen aan gedaan. Ik heb geen liedje zong met microfoon. Zoals, oh ja lele. Ik voel me vlos weer zo, oh ja lele. Iedereen zegt dat ik een stem van Josje heb. Ik geloof daar niets van hoor. En trouwens, ik ga even dat ik een poedertje. En zeg wat dat is. Nail. Dat is een nail. Ik heb het daar gemaakt. En kan dat maken? Je moet melk, suiker en dan roeren. En dan moet je dat met de effect laten. 5 minuten laten drogen. En dan heb je zo'n klein. Beestjes en dan mag je wel kiezen. Het is geen beestje. Ik ga nog wat doen. En wat de leukste is, kijk dan. Echt je wingen. Je hebt je wingen. En dan leg je daarop. Leg je daarop. En dan ga je. Zo. Rond, daar heb je dit. Zie je, oké? Dan kan hier ook een gezichtje uittekenen. Dan kan